een blije man. Ja, daar kijken jullie naar. Ja, want ik heb zoveel reacties gehad. Bijna 800 reacties op mijn oproep van of het gezonde verstand even naar voren wil stappen. En wat heeft het gezonde verstand gedaan? Die hebben massaal gereageerd. Dankjewel. Want ik, ja, en daar krijg je een blije man van. Dat niet alleen, maar ook een dankbare man. Ja, want het was gewoon weer hartverwarmend wat jullie allemaal weer aan mij hebben geschreven. En jongens, dat doet me gewoon heel goed. Het doet me gewoon heel erg goed. Ja, en het geeft me ook weer moed om door te gaan met alles waar ik mee bezig ben. Want iedereen roept maar van, ja, maar je hebt allemaal verschillende onderwerpen en waarom niet alleen voetbal? Jongens, dat hoeft niet, dat is niet nodig. Want je moet het zien, dit kanaal, als een magazine. Ja, het is gewoon een magazine met van alles en nog wat. En elk onderwerp kan gewoon langskomen. Maar goed, ik had dus opgeroepen aan, zeg maar, al die negatievelingen en al die ontkenners van donder op van mijn kanaal. En wat gebeurt? Ja hoor, er zijn er geloof ik wel 50 of 100 en die zijn hup weggegaan. Zo, dus dat is heerlijk opgeschoond allemaal. Dat heeft helemaal gewerkt. Veel van jullie opmerkingen heb ik allemaal gelezen. En die hebben het dan over, we hebben zo moeite met de maatregelen van het kabinet. Ja, maar hey, beste vrienden. Natuurlijk is dat zo. En dat blijft ook zo. We gaan het daar met z'n allen nooit helemaal mee eens zijn. Er blijven natuurlijk maatregelen waarvan je denkt, hè, dat klopt niet. Of dat is tegenstrijdig. Of daar mag dit wel en daar mag dit niet. Laat gaan. Al dat geneuzel, dat moet je gewoon van je afschudden. Weg ermee. Het gaat gewoon om die drie dingen. Daar moet je je aan vasthouden. We hebben nu nodig, en daar komt het op aan, saamhorigheid. We hebben gewoon positieve saamhorigheid nodig. Dat we er gewoon voor elkaar zijn. Dat is het gewoon op dit moment. We hebben nu even niks aan egoïsten. Helemaal niks. Die moeten even... Kijk, natuurlijk zijn we allemaal egoïstisch. Natuurlijk komen we altijd voor onszelf op. En natuurlijk zit er in iedereen van ons wel een beetje ikke. Maar nu even niet. Nee, daar hebben we nu geen tijd voor. Want die tweede golf, die komt eraan. En daar hadden we eigenlijk niet zo verschrikkelijk meer op gerekend. En dat is al erg genoeg. Want straks zitten al die ziekenhuizen weer vol. En al die mensen die dachten dat hun bedrijf weer langzaamaan aan het opkrabbelen was, die zien het allemaal weer helemaal instorten. Dat is een hele vervelende tijd op dit moment. Het is waardeloos. En dat weet ik. En ik leef ook met iedereen mee. Want iedereen zei mij, ja Harry, soms heb jij wel makkelijk lullen. Want het is gewoon moeilijk. En dat weet ik. Ik weet ook dat het moeilijk is. Maar daarom juist is het nu tijd voor saamhorigheid. We moeten er nu voor elkaar zijn. En nogmaals, dankjewel voor al jullie steun en voor al jullie prachtige, lieve en warme reacties. Mwah.